Embedded System Design is een nieuwe richting die we in de Hogeschool van Vlaanderen oprichten. De meest eenvoudige toestellen dat we op de markt vinden, zitten tegenwoordig vol elektronica en ze werken volledig automatisch. Ze hebben een heleboel snufjes aan boord. Die snufjes moeten allemaal gemaakt worden door iemand. Die snufjes moeten allemaal geprogrammeerd worden. Die elektronica moet ontwikkeld worden, dat moet daarin passen, dat moet functioneel zijn. Eerste jaar, het eerste dat ze zien, dat is effectief solderen, dat is een print ontwerpen, dat is effectief al elektronische schakelingen ontwikkelen en testen. En in het begin, de eerste opdrachtjes uiteraard, krijgen ze de schakeling, krijgen ze een schema en vervaardigen ze in principe het toestel. Dat is nu, dit jaar, een voeding dat ze ontwerpen. Een voeding die ze later, in de komende jaren, ook nog kunnen gebruiken. In het tweede jaar komen daar dan de nieuwere technologieën bij, zoals ASICs, FPGA's, CPLD's. Het derde jaar van de richting is heel praktisch gericht en bestaat voor het overgrote deel uit een stage. Een stage die zeer praktisch is en het ontwerpen van een toestel kan omvatten.